ik zat gisteren het wielrennen te kijken. Luik-Bastenaken-Luik. Ja. Ja. Nou, ik vind die koers extra leuk, want die heb ik zelf een keer gefietst. Echt waar? Rick, jij ook? Nee, heb ik niet gefietst. Nee, nee, maar jij bent bijvoorbeeld weer heel vaak Alpe d'Huez op geweest. Ja, 25 keer. Ja, zie je, super knap. En ik geloof dat ook. Waar Luik-Bastenaken-Luik, dat is heel ver fietsen. En je moet ook heel veel eten en op tijd, want anders krijg je een hongerklop. Nou, ik was nog niet wakker of de ploegleider had er al 2 bananen in gedouwd. En toen had ik mijn mond toch niet open gehad. Maar het was toen ik fietste echt Ardennen weer, toen we net begonnen. Was het nog wel redelijk, maar halverwege werd het kouder. Het begon te regenen, het was totaal uitgestorven. Het enige wat je hoorde was het getik van de regen op je fietshelm en het geschreeuw van opgesloten kinderen uit de kelders. Het was verschrikkelijk. Maar ja, ik was topfit, ik gaf niet op en ik heb hem dus echt uitgefietst. Ik vertelde dat aan studenten van de sportacademie waar ik nog les geef en die geloofden me niet. Oh. Ze zeiden, ja hoor, jij hebt hem uitgefietst. Ja, tuurlijk. Ja, in de vorige eeuw of zo. Met een auto krijg jij het al moeilijk, zeiden ze. Ja, en kijk, daar zit mijn pijn. Dat is oude meuk. Want ik wil wat persoonlijk leed met jullie delen. Maar mag het even opzetten? Ja, jullie. Oké. Nou, ik kreeg in een reclame tussendoor bij een spelletje dat ik speel op mijn telefoon een aanbieding voor een oplossing bij erectieproblemen. Ja, ik heb geen idee waarom dat in mijn logaritme zit. Misschien door slap gelul op de radio. Maar kijk, een aanbieding van. Ja, het is een behoorlijk grappige naam. Mr. Stiff. Mr. Stiff, komt de tekst? Mis deze kans niet om een legende in je slaapkamer te worden. Er staat een legende in je slaapkamer. Schatje, daar ben ik weer, de legend. Ik ben een keer zo de slaapkamer binnengekomen. Ik heb er na 3 weken op zolder geslapen. Maar waarom is dat middel zo goed, meneertje Stijf? Ik lees voor, 100% natuurlijk, geen bijwerkingen. En komt-ie tot 20 uur lang plezier. 20 uur? Hallo, ik heb het vaak na een uurtje of 4, 5 wel gezien. Maar na 20 uur, een vriend van mij heeft het middel gebruikt. Die is er na de hele dag naar artsen gegaan. Kon er in ieder geval een slingeraap de hele dag aan turnen. Maar het is toch beledigend, dit soort reclame, jongen. Als je, dan ben je oude meuk. Alsof je dat op een bepaalde leeftijd nodig. Mensen maken je oud. Ik kreeg ook spam voor trapliften. Tenminste, dat dacht ik. Ik had het verkeerd gelezen. Het was erger. Het was voor zakliften. Met de reclameslogan: je bent niet meer viriel als je zak langer is dan je piel. Nou, het is allemaal verkapte leeftijdsdiscriminatie. Ik kreeg een aanbieding geheel verzorgd met een huiskar door Drenthe. Dus niet bungee jump in de Grand Canyon of duiken tussen haaien in Belize of 5 nachten de slopende nachtclubs op Ibiza. Nee, een huifkartocht door Drenthe. Of een cursus aquarellen op de Veluwe in goed verwarmde... Ik kreeg spam van een begrafenisonderneming. Ik heb ze teruggemeld. Hallo, ik zit bij 538. Of dat het aantal dagen was tot de verwachte dag van overlijden. Allemaal leeftijdsdiscriminerende logaritmen. En niet alleen op computers, ook in het dagelijks leven. Zinnen als, dat moet jij niet meer willen. Of, Peter, zo'n shirtje kan echt niet meer. Of, mag ik een selfie met u? Mijn oma is een enorme fan. En als ik ze dan uitleg dat ik vroeger in een ketel met Mr. Stiff ben gevallen en zonder enig probleem... Maar goed, dan... Sorry. Maar het allerergste is nog, als ik vraag hoe oud ze dan denken dat ik ben, dat ze precies de goede leeftijd noemen. Laat ik het zo zeggen, ik ga er alles aan doen dat dit verandert. Nou, toch nog eventjes de bekerfinale. Ja. Feyenoord-NEC, Ajax-fans die hoopten dat Feyenoord de beker zou winnen. Ajax hoopte dat Feyenoord zou winnen. Want dan heeft Ajax, die zou dan aan een 5e plek in de competitie genoeg hebben om de na-competitie voor Europees voetbal te ontlopen. Blij dat je afhankelijk bent van een ander om 5e te worden. Dan neem je jezelf toch niet serieus. Je wil heel graag een relatie of je wil iemand meenemen naar huis uit de kroeg. En je neemt genoegen met je 5e keuze. Afhankelijk wie de anderen voor je overlaten. Dat wil je toch niet? Dan maar niemand. Stel je voor, ze zoeken iemand bij 538 die ze elke maandag kunnen bellen voor een bijzonder gesprek. En je hoort dat de eerste 4 van hun keuze nee hebben gezegd. En dat jij dus als 5e keuze... Ik hoor net dat het zo dus wel is gegaan. Nou, snap je jongens, ga lekker door met je oude meuk. Ik ga eventjes rustig bijkomen hiervan. Tot volgende week.